Ik ben Suzanne Visser, ik ben actrice. Ik heb gespeeld in onder andere Gooise Vrouwen en de speelfilms Taped, Richting West, Smoor Verliefd. Ik ben Tycho Gernand, ik ben net 39 jaar geworden en ik ben acteur. Je kunt me kennen van Fagot Los. Heel veel films heb ik gedaan waar ik heel erg trots op ben. En series. En de laatste serie die ik nu doe is Dr. Tinus. Ik ben heel open. Volgens mij heb ik een heel makkelijk karakter, maar daar kan mijn omgeving het mee oneens zijn, hoor. Maar ik ben wel makkelijk in de omgang, volgens mij. Ik ben een losbandig, spring in het veld, iemand met heel veel energie, die nooit weet waar ik naartoe moet. Dat ben ik. Ik weet niet of ik al een strategie heb, maar... Het enige wat je geleerd hebt van alles, wat ik geleerd heb van alle afleveringen die ik gezien heb. Je moet niet te snel op één iemand gaan zitten. Dat is gewoon heel erg dom. Dus je moet heel erg spreiden. Dus dat ga ik dan maar doen. Maar daardoor heb je wel informatie nodig van de mensen. Want als je niet weet wat iedereen geantwoord heeft, dan kan je ook niet spreiden. Je moet alles heel goed in de gaten houden. Dus dat is mijn strategie. Heel veel opschrijven. Heel veel onthouden. En... goed opletten. Mijn strategie is eigenlijk gewoon mezelf blijven in dit spel. Omdat ik denk dat heel veel mensen die in dit spel meedoen mij niet goed kennen. En verbaasd gaan zijn over wie ik ben. Mensen denken allemaal rock en waah. En ik ben eigenlijk een hele lieve jongen. En ik denk dat daar al iets zit wat ik heel goed kan gebruiken voor het spel. Een goede mol moet in ieder geval... niet snel van de kaart zijn. Die moet zijn emoties, denk ik, behoorlijk onder controle hebben. Die moet heel makkelijk kunnen schakelen. En de groep ook in de gaten houden, denk ik. Kijken waar die ongezien iets kan mollen. Een goede mol is iemand die inblendt in de groep en niet het gevoel geeft dat hij er hoort op de plek waar we zijn. Ik heb het idee dat je als mol heel erg nog meer bewust moet zijn van gewoon zijn. Terwijl de kandidaten dat gewoon kunnen, denk ik dat de mol het heel zwaar gaat hebben met het echt zijn. Dus het zou heel goed zijn als iemand heel ontspannen kan zijn. Heel erg met mensen om kan gaan en dat de mol vertrouwen opwekt bij alle kandidaten.